Voor Sarah Hoijmans, vrouw waardoor uitsluiting. Nee, die heeft niks gezegd. Ja. Kan je daar zo omheen? Waar gebeurde dat? Ben je ook iets open? Ja. Als het binnen ieder eentje is een sukkel. Ja, maar je kunt ook niet aan lossen, hè? Sta ik in de weg? Deze is 8. Dit is ook een 12,50. Ik ga nu naar uit. Dat was echt een tijd voor mij van nou, ik ga uit. Ik vind die andere een leuk man. Ja, ik snap het. 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 Dezelfde tussen, want dat is een heleboel. Is die ook anders? Deze twee zijn hetzelfde als deze. Ja, mag wel even. Ja, toch? Wel plezier ermee. Bedankt. Ja hoor. Ja, maar dat is ook eens wel iets. Ik ga jou even vertellen. Ik denk dat we dat hier
opduwen. Even kijken of ik nog een lege plekje heb. Kijk, zo. Je moet zo doen. Zo. Ben jij met oranje bezig? Ja, goed zo. Ja, dat weet ik. Ja. Het is een hele actieve man. Ja, he. Een aardige man, hoor. Ja. Alleen... Drunken sailor, what shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Stang, man. Ja, die alle en dwars naar alle kioskjes, of ja. Victoriaans geval. Dat wist ik ook, ja. En hier nog gras in min en boompjes. Hier achter zat de oude machineerkazerne. Maar er is eigenlijk niks meer van terug. Nee, ik vind er niks van terug. Hartstikke goed. Loop je daar even neer, dat is makkelijker. Ja. Er zijn vroeger te Bruggegoorden. Met die, en te Bruggegoorden die verkocht. Motorkleding. Ja, maar ook kinderwagens. Kinderwagens en dan boksen, biegen. Ja. Ja. En wie ja. heeft onze ja. kinderwagen? Heb je door nog koffie ja. te vroeg ja. 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 Dat Gerard van der Rieden gaat iedere keer verder uitbreid. Ja, maar keer pand... de, want de Bruggegoorden was niet zo nee, groot. Nee, dat was niet zo groot. Maar als je dat stukje dan nu ziet, van Gerard van der Rieden, dat kleinste ja? stukje, ja, daar staat een groenteboer, Kamp. Oh ja, dat Kamp, zo geleidelijk die zaak al hoe groter maken. Ja. Daar staat een groenteboer door. Ja. door. En daar zit die meubel... ja, daar zit een meubelzaak van Haghuis. Nu. Haghuis, ja. Ja, het dorp, hè? Haghuis. Hè? Hallo. De, nou, dit is de eerste keer dat ze wat aan door is. Ja, dat nee. Die sponsor al ja. zo lang. Van Haghuis, hè? Het dorp, zat er ook een meubelzaak. En dat was de Leeuw. De Leeuw. Echt maar, en nu niet anders aan de mee. Maar weet je nou, die bodymuurster. Daar stonden ook zulke mooie winkels.
En die moesten als de donder worden overgebroken, want door zal CNA komen. CNA? En is al wat? 30 jaar weg het en CNA zit er nog. Niet. Wie door heeft zitten, hè? Nee. Wie door heeft woont? Nee, Slager Jansen heeft door zitten. En toen later ging er niet deur, toen hebben ze met een muur gezegd, want daar konden ze niks meer mee. Hè? Het is een muurbleem. Het is altijd een muurbleem. Ja. En door zat Willemsen in, hè? De ijshandel. Ja, dat was lekker. Ja, dat Willemsen zat door in. Ja. Hè? En had wie dit pand er ook niet mee neemt, dit. Ja, Videoland. Dat Videoland. Ja. Daar zat vroeger GEVA in. Was dit GEVA? Dat was de GEVA vroeger. Weet niet meer. GEVA, dat plant erin, allemaal met kopjes en schoorlens en pannen en dat allemaal. GEVA, maar de GEVA zat hierin. Ja. Dat zat hierin. Maar die had zo'n hele diepe ingang. Een hele diepe winkel, ja. Als de winkel deur zat er heel net. En dit kun je zo zien. Nou, Klompjan is de noemer Roeskeef. Ja, Klompjan is... Stopt. Stopt. Schaapjes op drogen. Het schaapjes op drogen. Nou, die zaak. Door de huis. Weet niet door, van hoe nu de gordijnstof zit. He, er zat vroeger Bonthuis, een radiozaak. Oh ja, dat weet ik ook nog. Ja, en zat toch vroeger. Ja, we zitten nu, hoe heet het alweer? De gordijnstof. Ja, ik weet niet meer. Ja, Meijer. Meijer. Je hebt hier zoveel gediend. Ja, toch. Heel vroeger zat hier een smederij. Van Van den Berg. Van den Berg zat hier. Zat in dit pand ook nog. En dat deden ze ook nog, weet niet, als een paard kwam, weet niet, die werden dan met die hoeven, werden hier, hier in dit pand, was nog een heel oud pand was dat, maar Van den Berg zat erin. Oh. Nou en dat weet je natuurlijk, dat is de mooiste zaak. Weet ja, je dat dan bedoel ik, ja. Dat is Halbesma. Halbesma. Ja. Even in de winkel kijken of ze nog wat hebben te verhuren. Ja. Ah, oh, is mooi, prachtig. Maar iedereen huurde er ook, ook een hele grote gezelschap nu door de kleding. Duizenden tegelijk. En het was zo. Die doen echt heel veel. Als je met Sinterklaas, Sinterklaas of een Zwarte Piet pakt. Ja, die verhuurden ze ook. Nou, dan moest je wat drie veermaanden van de veur, dan is hij het niet meer. Ja. Dat verhuurden ze. En hij was ook grimeur. Hij schminkt nu ook. Dat deed ook, ja. Dat deed ook. Maar ook voor de toneelvereniging. Ja, dat deed ook, ja. Halvers maar. Helaas, hij leeft toch niet meer, dat is jammer. Maar die heeft hier een joren. Die zit al heel lang. En dit is ook trouwens heel mooi. Nou, dit is dan. Hier, hij hier inging en die deur door, hij vroeg de Mater Amabilis school. Dat klopt. Dat was voor de meisjes die dan in de avonduur nog weer bieden. Nou ja, kijk. Mater Amabilis. Er is een dingetje hangt van Bolletje. Bolletje. Nou, te Beeg, weer Bolletje, dat eierbeschuur, die is hier begonnen. Van oorsprong. Van oorsprong Bolletje is hier begonnen met de bakkerie en dat. Dat is gewoon een pakketzaak. Maar de bakkerie zit er nog achter. En later is overgegaan met beschuit en dat allemaal. Dat van... ja, aan de kant, wat een mooi pand op is. Loop eens even met. We zien, hebben ze weer helemaal in orde staan hersteld. Ja. Dat is mooi. Hebben ze helemaal in orde staan. Is heel mooi, heel mooi. Ja. Misschien mag binnen ook wel eens even kijken. Maar zet ik... De boom heeft ook een zolder. Maar binnen is toch helemaal erg. Ja, nee, wat boom heeft ook een zolder. Weer van alles wat er in de bakkerie is gebeurd hoor. Ja. Er is helemaal op die zolder, heeft ze helemaal een zolder, helemaal een tentoonstelling. Ja, maar er is een constante tentoonstelling. Ja, is het de enige keer hier van een keer door. Ja, de boom. Iedere keer andere onderwerpen. Ja, dat is zo, ja. Nou, ik zal de andere keer toch eens bij vrouwen ook naar binnen maken. Nou. En hier? En dit? Hè? Dit heeft vroeger ook een groentewinkel geweest. Dit. Ja, dit dat weet ik ook nog. Knol. En hier zijn de groentezaken. Hier zat ook een groentezaak hier in dit. He? Het pand is nog precies zo bleef als de fietsen nog leen. En de Aldi daar, Herman, is daar ook nog iets? Nou, de Aldi, dit. Ja. He? Wie de Aldi hier, dit vroeger. Hier heeft vroeger een garage geweest. Een garagebedrijf is hier staan. Ja. Van Dijk heette die man. Van Dijk. Hij had hier dan een showroom en dat, en daarachter had de werkplaats. En was dat Peugeot? Dat zal ik echt niet kunnen zeggen. En dan kon je aan de achterkant, want dan kun je nu nog steeds bij Aldi, kun je de achterhoed. En zo kon hij ook, hadden ze die garage door achter. En dan hier hadden een paar auto's in staan. Ja. Daarna is dat hele pand is overbruggen. En dan hebben ze de Aldi erop gezet. Ja. In dit pand. Dus daar Koopmans in, een fotograaf, een fotohandel. Ja, ja, en die bondjassen, nou, waar kun je die kopen? Een Saturnus van hier. Oh. Een Saturnus. Maar geleidelijk is Homa, die Hommersta, die heeft dat pand er ook weer binnen van Verheek. Even de binnen. Kijk, van iedere keer hebben ze die zaak verder uit willen brengen. Kijk, en dat hebben we de binnen. Van Heek ook een op Van Heek, even erop die. Heel vroeger, als je een winkel door zit van Homa, Homa, ja. Ja, en daar zat een winkel van Charmin in.
Ja. Chamin. Ja. En hij had toen zo'n grote zaak allemaal. Chamin, ja. Dat was, Chamin was de zaak. Hij had hier één en hij had aan de andere kant van de stad. Hij had er ook nog één. Ja. Nee, hier zat maar, het is een slalom. Ja, ja. Maar dan kan je het ook mooi zien, want hier rijdt een pand van Miel. En Miel heeft hier volgens mij al heel lang zin. En je hoeft dat er al waar. Daar zit hij al heel lang. Hè? En vroeger was het wel een zaak van Meulenbelt. Ja. Hoe nu die gediend is. Ja, ja, ja. Ik ga wel even heilopen, Herman. Want dan heb je stilstort en komt van Meulenbelt. Ja. Ja, dat weet ik nog. Dat is redelijk nieuw. Dat is van jou op 30 geleden bouw. Ja, natuurlijk. Er zat dan die Jasma. Met schilder, met dat teken en dat in die lectuurhal. Macramé, ja, allerlei kunstzinnige vorm kon je doorkomen. Ja, dat zat juist maar zo. Ja, dat weet ik nog. Ja. Nou, en door hij bakken dit. Dat zit er ook al van, sinds mensen heugen is. Volgens mij hebben dit is al een paar jaar ouder als ik nu. Ja. En zijn vader zat hier ook al. Dus. Ja. Het werd trouwens lekker gebakken. Herman, in dat pand, hè, waar die kapper nu in zit, wat voor kapper is het? Ja, denk ik van niet, maar. Nou, dat weet ik niet. Dan heeft er Steunberg niet in zijn, met kozen. Met kozen, ja. Dus, en de gins, dat is een garage, dat is, hè? Wat assortie shop noemt dat? Dat heeft Voskamp bij zijn. Voskamp? Voskamp, ja. Dat kan wel even heel hoog. Ja, Voskamp. En een beddenzaak. Er zit nu verderop in de grote straat. Er zit nu verder in een beddenzaak. En dit is zo'n boxwinkeltje. Runneboom. Ja, er zit een runneboom. En daar zat de hoofdingang aan de grote straat. Ja, dat was de achteringang. Achteringang. En er is nu nog steeds, als je door ingaat, is er nog een kerk. Er is nog een kerk door. Ja? Als je de ingaat door, ja. Van Christelijk. De runneboom. Ja, ja. Ja. Gereformeerde kerk. Ja. Wilfried, kun je je herinneren wie hier vroeger in is, Sutton? Wat zegt hij? Nee, zeg het eens. Hij zegt er weer. Benny Havenkade. Ja, stomerij. Die stomerij, Benny Havenkade. Oh. Daar zat hij in dit pand. Dat pand door Neust, dat was Heurtings boekhandel. Heurtings boekhandel, oh, daar ben ik met in de wakker. Ja, Heurtings boekhandel. Dat was Heurtings boekhandel. Heurtings boekhandel was daar. Ja. En door Neust was, waar de kunstwinkel is. Ja, no. Ik weet het niet, daar heeft een horlogezaak in Zutten en dat. Maar de naam is nu ontschotten door. Ja. Nou. Ja. En dat is pand, ook helemaal verwaarloosd. Ja, dit pand aan de overkant, daar heeft Benning met zijn meubelzaak in zijn. Benning. Heeft zijn jongen. Maar zijn zoon zit nog in de vier vensters. Is dat zijn zoon? Ja, dat is zijn zoon. Ja? Heeft hij de vier vensters? En dan heeft hier tegenover heeft hij een andere winkel gehad. In deze winkel. Ja. Daar heeft zijn zoon in zitten. Ja. Heel vroeger heeft er ook een reisbureau zitten hier. Van Gerritsen. Er zat hier in dit pand. Zat hij. Henk de Horst, hij zit er aan Joren in. Ja, hij zit er aan Joren. Ja. Hier links staan Herman, moet even naar de overkant, kan ik beter zien. Ga ik zo maar kijken in de Joren Dadder gebouwd. Zit nu tijdelijk Henk de Horst in? Ja, zit Henk de Horst toen in. Maar dit wordt allemaal sloopt. En dit, dat heeft geloof ik een gewoon woonhuis geweest, dit vroeger. Kun je wel zien, zeer aan de raam. Ja. Dat was een gewone, was geen winkel. Van Holten speelgoed. Ja, dat kan maar ik dat is iets van de laatste tijd. Ja, maar die zegt, maar de woonhoezen was vroeger wel zo. Dat was vroeger zo. Zonder wat ze vroeger al hebben gedaan, dat is al die onderkant wegbrengen, een hele grote etalageroet maken, daar hebben ze nooit met een toestel. En het volgende pand kijkt, misschien ook weer zo'n prachtig pand, hè, met die kleine boogjes en dan één grote boog te veroveren, in tweeën verdeeld. Een derde pand, misschien. Je kunt zien, de rijkdom straalt eraf. Die Benleur die hier vroeger die huurs hebben neerzet, met allemaal hele rieke mensen. Dat waren hele rieke mensen in dat allemaal. Dat was zo'n veel. En wij nu zien overal op de wereld, hè, we kuren zo ook bijvoorbeeld, alle geveltjes laten staan, wordt stut, en dan wordt er helemaal een nieuw gebouw achter zet. Ja. De plaats als dat hier ook door, gewoon de gevels allemaal laten staan, zwart slet, en helemaal nieuw. Ja, van plaatjes een nieuw gebouw erachter. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is veel mooier als wat ze nu weer doen. Ja. Maar nu wordt heel alles wat sloopt. Ja. Maar zie, en hoe verder hij komt, hè, hoe mooier of de pand wordt. En dat is zo jammer. Ja, daar ben ik voorkomen met hoe heen staan. En over 10 jaar, dan hebben ze speed als weer op de hoofd. Ja. Maar volgens mij, Herma, is Henk de Horst doorbegun. Ja, en heeft in de zaak niet overnemen van Jotterdam. Jotterdam had geen opvolger. En toen zegt hij Henk de Horst. Ik wil die zaak wel overnemen. Toen hij wegging door de Vierverstraat en toen ze hier begon, en wij al hoe groter en daar, op een gegeven moment is verhuurd
naar de overkant is hier nog hoor. En daar hebben we net zien hè, hoe groot de zaal. Die heeft vast weer een hele grote verbouwing even achter de rug. Ja. Kijk, zo is Henk de Horst, is zo begonnen. Ja. Ben, als... ben je nog de reclame bij Jote prijzen? Lage kosten, kleine prijzen. Ja. Maar hij zei jij in de viewers ja. Trouwens. Ja, dat klopt. Van Herman Link naar West, ja. En, of dit, misschien nog. Ja. Maar dat is ook een mooi pand hè. Ja. Ik vind het een prachtig pand. Wil je weten waar je je vroeger in hebt zitten? Nee. Nee? Ik weet waar dat hier voor een andere Chinees erin zat. Nee, heel vroeger zat hier een Hermelink Satori. Ja. Aan deze kant hadden de drogist, aan die kant. Nooit zeg, ja. Aan de andere kant, waar nu Livera's is, daar hadden de verfwinkel. Maar als je straks, kun je door zo naar binnen en gooi je met een trapje naar beneden. Daar was die verfwinkel in daar. Door. En hier was... De drogisterie van Hermeling was dat. Is ook een maar mooi pand, weet je wel. Hè? Dat is boom, dat is allemaal naar dat knipwerk. Ja, dat is dat heel... Is, dat is een mooi uit. Dat is heel waar. Weet je, dat alleen de onderkant, dat is... Nee, maar ja, dat zal misschien ook duur ook wel. Maar hier was vroeger de hoofdingang van de Runneboom. Was hier vroeger. En als ze door allemaal de stoelen stonden, dan gooi je iets drinken. Ja, dat was de hoofdingang. Ja. Dat weet ik nog. Dat was een deur open. Ja, Madeleine Boutique. Madeleine Boutique, nou dat kan ik niet zo vervolgen, maar dat weet ik niet wie die eigenaar is. Dat is prachtig. Ja, is ook mooi. En net zoals je net al vertelde, van dat knipwerk door. Ja. Maar dat was vroeger, dat was gewoon een kunst, hij dat kon. Maar dat konden die, alle vroegers konden dat niet. Nee, niet alle knipwerk. Vroegers. Die konden dat niet. En nu moet je eens even kijken naar Pan van de Bijn. Ja. Ja. Zo mooi. Ja. Mooi trapgevel. Windwieziger de boom aan de goede kant, dat blijft staan. Hè? Jawel, maar goed, dat is dus wel een van de redenen geweest wat hier allemaal gebeurt, dat ik daarom dus daar zo'n werk van heb gemaakt. Ja. Nee, tussen twee haakjes, maar ik ben Wilfried Polman. Karel Oostermeijer. Carlo? Oostermeijer. Oostermeijer. Nee, maar het is een beetje vreemd dat je een beetje staat te praten. Ja, je kent ja goed, niet, ik zag u daar zo met die geveltjes. En omdat ik daar dus... En doet u nog iets meer van die gevels hier zo? Want, ja, dat is ook een prachtig gevel. Ja, die. Maar die blijft dus voorlopig staan. Hè? Die blijft dit ook. Is het einde. Oh, is dit het einde? Dit is het einde. Oh. Hier houdt het op. Ja, ja. Maar goed, hier zijn er dus twee bij die dus van voor 1873 zijn. En de anderen die zijn later. Ja, dat kun je ook zien aan de bouwstijl, hè? Ja. Maar het is eeuwig zonde. Maar het is dus net als bij ons, hè? De gevel is meestal het nieuwste deel. Ja. Want die gaan ze dus iedere keer moderniseren. Hè? Die topgevels aan in het gangetje kijken. Nee. Nee, het is helemaal nieuw gebouwd in 1911. Ja, want in de vorige eeuw was het zelfs alleen nog maar een begaande grond met een kap erop. En was dat, en daarnaast was één pand, en dat was van de familie Scholten. Die dus hoe, dus? Scholten. Scholten. Van de textiel ook. Ja, ja. Die hadden hier dus aan de overkant diverse panden en dat dubbele pand is ook. En het witte pand? Dat, die trapgevel en het witte was vroeger één, was alleen die... begane grond. Duidelijk, hè? Maar wat er dus achter zit is bij ons dus een bouwjaar 1606, 1607 uitgekomen. 1606. Daar zit dus de originele sporenkap met de telmerken en zo, die zit daar nog van. Kijk, en hier kunt u dus zien... dat nummer 148 nog maar laag is en 146 is daar al hoog opgebouwd. Ja. Maar daar in het stonden boekje... we net voor. Ja. En dat hier is dus hebben ze dat ook witte. Dat hout er al voor. Ja, alleen dat, ik neem aan dat hout van oorsprong groen is geweest. Hebben ze dat is hier dat is aan deze kant. Dat is, pand, dat is nu allemaal wit, ja. Ja. Kijk, en hier is die trapgevel. Die is er dus helemaal nog niet. Ziet u dat alleen maar een begane grond met een kap is? Ja. En dit is dus dat mooie pand, dat ene van de Marskramen. Ja. Prachtig, hè? Zo eeuwig zonde dat. In de jaren 50 dat er allemaal onderweg gesloopt hebben. Hè? Ja. En dus ook het pand aan de overkant gebouwd, dat is dus na 1911. Ja. Daar is dit kleine zijraampje, is dus van ons pand. Boven zit hij er nog, beneden is hij er niet meer. Dus daar blijkt dus uit dat de rooilijn vroeger niet zo strak bebouwd werd... Ja. Want het pand hiernaast stond dus echt een stukje achteruit. Ja. Dit is dus vanaf noord naar zuid genomen, deze voordeur. Ja. Hier kijkt u vanaf de grote straat. Ja. En wat is dit? Is dat een boog, een groene boog van een of ander feest? Dit is bij een of ander feest, een of ander jubileum. Ja, oh ja van mijn grootvader was vroeger een bekende verschijning. Mag ik Karin zeggen? Ja.
Mevrouw Karin Oostermeijer, hartstikke bedankt. En veel succes. Heel prettig dat er nog anderen zijn die er ook zoveel belangstelling voor hebben. En misschien, als het goed is, kom ik een keer bij u terug. Kan, hè? Ja. U weet er zoveel van.